De districtscommissarissen in Suriname krijgen in hun district de meeste klachten over de infrastructuur. In een interview met onze nieuwsdienst haalde Shafiq Gulaman, deken der districtscommissarissen, aan dat vooral met de regentijd deze problemen verergeren. Je hebt wateroverlast, dat is overal. Dus dat zijn eigenlijk die grote problemen. Maar natuurlijk geven we niet op. Er zijn mogelijkheden, we bekijken de mogelijkheden. We krijgen de instructies vanuit de president, vanuit de regering. Hoe we dan stapvoets al die problemen zullen aanpakken. De DC's blijven de ontwikkelingen in hun bestuursresorten op de voet volgen. Op een dinsdag gehouden DC's collectief is ook het probleem van de Suribet-shops in de verschillende wijken aangekaart. Er is een heel actueel iets nu gaande. Dat is die Suribet-shops die tij on tij open blijven. Ze hebben niet een schrijven gehad tot hoe laat zij open zullen blijven. Dus we hebben een opdracht gekregen om dat te reguleren. En dat is een van de hot items van vandaag dat we zullen bespreken. Op het DC's collectief dat een maandelijkse bijeenkomst is van alle DC's met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, worden zaken van de centrale overheid aan hen voorgehouden, zodat elke schakel op één lijn staat.